En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. Voor onze serie over de mini-bieps zijn we vandaag op wel een heel bijzondere plek. Eigenlijk aan een straat waar maar een paar huizen staan, midden in het weiland, staat hier een biepowagen. Super bijzonder. En degene die dat allemaal verzorgt hier is Koosje Kremers. En die zit hier heerlijk op de trap van haar biepowagen. Koosje, kan je me allereerst vertellen, waar zijn we hier? We zijn hier in Gersel op de Turnhoutseweg. Turnhoutseweg 4. Want iedereen moet weten dat je hier boeken kunt halen en terugbrengen. En dit is, wij bestaan hier al 5 jaar. Ik denk wel 6 bijna. En dat is ook de tijd dat ik met werkeloos werd. En ja, dan moest je iets gaan bedenken om een tijd op te vullen. En deze pieperwagen die stond hier helemaal vies. Die hadden paardenspullen ingezeten. Een meisje had hier de wei gehuurd en uiteindelijk is die vertrokken en daar stond deze piepenwagen. Nou, toen dacht ik, ik ga hem eens flink opknappen en de mini-bieps die kwamen een beetje in opkomst. Ik denk, we hebben zoveel boeken, ik zelf, maar mijn zussen ook, daar kunnen we misschien wel iets mee doen. Nou, daar heb ik een paar maanden aan gewerkt en zodoende gevuld met wat boeken. En ja, toen kwamen er ook mensen die zeiden van, ja, willen jullie nog boeken? Nou ja, zeker willen wij nog boeken. En zodoende zit hij nou helemaal vol. Ja. Zie hier het resultaat. En het zijn niet zomaar een paar boeken. Hoeveel heb je er, denk je? Wauw, ja. Honderden, zal ik maar zeggen. Want ik heb ze nooit geteld. En het zijn ook nog redelijk mooie boeken, want de echte oude, die gooien er toch echt uit. Mensen lezen op de bibliotheek nieuwe boeken, dus als er nieuwe bibliotheekboeken komen, dan hebben we die liever niet, omdat dat toch gelezen boeken zijn. En mensen die hun boeken kwijt willen, die toch nog een beetje mooi zijn, nou ja, die kunnen hier hun boeken kwijt en kunnen nogmaals gelezen worden. En ja, een boek moet gelezen worden en niet in de kast staan. Nee. Daar heb je sowieso helemaal gelijk in. En als ik zo rondkijk, ja, dan heb je echt mooie boeken daar staan, inderdaad. Hè? Sommige die lijken bijna zelfs ongelezen of zo. Ik zie stapeltjes gesorteerd zelfs van schrijvers bij elkaar. Hè? Ja, we hebben een heel rek vol met Nederlandse schrijvers. Dan hebben we nog een rek met romans. Waar gebeurde verhalen. Detectives en thrillers hebben we een vak. Heel veel kinderboeken, krijgen we ook heel veel. En dan het voornaamste is eigenlijk het kinderzwerfboek. Wij zijn hier ook een kinderzwerfboekstation. Waar kinderen hun boek kunnen komen halen. Daar plakken ze een stickertje op. Ik wil wel een boek pakken om te laten zien. Daar zit hier voor een sticker op. Als herkenning van het kinderzwerf. Nee, jij niet. Kom, zitten. Hallo, zit. Zo. En aan de binnenkant daar zit ook een stickertje. En daar kunnen ze... bij kinderzwerfboek op de site een nummer aanvragen. Die vullen ze hierin. En zodoende kunnen ze overal dat nummer op die site weer opzoeken. En dan weten ze waar het boek is. En geldt dat alleen voor kinderboeken of geldt dat ook voor boeken voor volwassenen?
Nee, voor volwassenen is dit nog niet. Maar voor kinderboeken, vooral om het lezen ook te stimuleren. Hè. Kinderen willen tegenwoordig allemaal niet meer zo lezen. Ze zitten allemaal op dat computerke. En ja, dit is misschien een heel goed item om kinderen toch het lezen te krijgen. Ja. Het is gratis. Merk je ook dat je via dit zwerfboekensysteem ook boeken krijgt die al ergens anders zijn geweest? Ja, toevallig heb ik er pas eentje gevonden en daar stond een nummer in. Ik heb het er gewoon weer tussen gezet, maar het gebeurt wel, ja. Ga je dan zelf ook nog kijken, zo van, goh, waar komt dit boek vandaan? Nou, in dit geval heb ik het niet gedaan, maar een paar jaar geleden, want dit bestaat al enkele jaren, dit is volgens mij het derde jaar dat wij dit zwerfboekenpakket krijgen. Nou, dat is een doos vol, met prachtige nieuwe boeken. En toen heb ik nog wel eens gekeken en ja, het is best leuk, ja. Toevallig dat mijn dochter dit aangevraagd heeft, want die zorgt een beetje voor de promotie op Facebook dan. Daar staat dan de Peoplewagen ook op vermeld. En die zorgt ook weer dat het pakket aangevraagd wordt elk jaar. Ja. Dit alles om te stimuleren om maar door te gaan met de mini-bieps en de zwerfboeken. Ja, ja, zeker. Ja. Lezen is leuk, staat er eigenlijk bij. Ja. Koosje, hoeveel mensen denk je dat er zo ongeveer per week in je wagen komen? Ja, het is moeilijk in te schatten, maar ik ga er niet gaan staan kijken. Dus er komen er meer als ik ergens heb, want ik zie ze vaak niet. Maar ik schat toch wel zo'n 10, misschien wel 15 gemiddeld. En wat ook leuk is hier, de man van Herman, die de schaapjes heeft, die komt dan met zijn kleinkind. Komt hier de piepenwagen in en dan gaat hij lekker... Ja, het zitten ook spelletjes trouwens hierin, hè. Een spelletje spelen of een boekje voorlezen en meerdere. Ook een mevrouw hier uit de buurt met kleinkinderen even lekker samen lezen. Dus het is ja, lekker. Ja. Want dat is ook het leuke van hier. Je hebt het ook echt ingericht om even te gaan zitten, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, dat vind je belangrijk, dat mensen gewoon de tijd nemen om even te kijken en... Nou ja, misschien vast even een paar bladzijden te lezen of zo, kijken of het iets voor hen is. Ja, ja, en het is gewoon gezellig en knus en het nodigt uit om te gaan zitten. Dus ook wat langer rond te kijken. Ik liep hier al even door jouw biepelwagen en ik zag er ook een boek in liggen. Met stift erbij, een schrift. Je nodigt mensen uit om iets te zeggen over je wagen? Ja, nou, daar staan ontzettend veel leuke dingen in. Mijn dochter heeft ooit een overzichtje gemaakt voor Facebook, om even te promoten weer. Nou ja, ik zou zeggen, lees het gewoon een keer, want het is gewoon hartstikke leuk wat de mensen ervan vinden en erover schrijven. En daarom heb ik het daar ook nog steeds liggen. Ja. Ja. Zo'n wagen behoeft natuurlijk wel enige aandacht. De boeken moeten weer netjes gezet worden, er moet een keer gestofzuigd worden. Hoeveel tijd ben je bezig zo gemiddeld per week hiermee? Gemiddeld per week niet zo af en toe. Trouwens, woensdags komt de zus van mij, trouwens meerdere. We doen het met mijn vier zussen en ik, we zijn allemaal het boekenwerven. Dus dan wordt het weer even nagekeken. De oude, ik ga om de andere dag wel even binnen of er boeken liggen om op te ruimen. Maar woensdags wordt die weer even doorgenomen. En dan, wat heel lang ligt, hè, als ik over... op het eind van het jaar zie je dat er boeken zijn die dus gewoon niet weggaan, die altijd maar blijven liggen, die gaan er weer uit. Oké. En wat doe je daarmee dan? Ja, er zijn boeken. Het dubbele gaan we sowieso weggeven aan andere mini-bieps. Hele oude gaan gewoon naar papier, oud papier. En er zijn er ook boeken die ik wel eens naar kringlopen breng. Maar die willen geen bibliotheekboeken, ook niet. Dus als ik echt mooie boeken heb die hier niet zo lopen, want ik heb het liefst gewoon romans of leesboeken. Hè. En je hebt ook wel zo mensen prachtige platenboeken brengen. Ik heb er al verschillende afgegeven aan een schoonzusje van mij, of een schoondochter van mij, die dat op het werk gebruikt. En mijn ex-collega's, die werken ook allemaal in de zorg. En die, dat is het vaak ontspanning, welzijn, wat ik ook gedaan heb. Dus ik weet wat ze willen, dus daar gaat ook wel eens wat naartoe. En Dus de boeken komen wel goed terecht, ook al verdwijnen ze hier. Ja,
goede boeken, mooie boeken worden hier nooit weggegooid, want dat is zonde. Het zijn altijd liefhebbers. En wat voor boeken lees je zelf graag? Vooral thrillers. Maar ik heb onlangs de hele serie van Outlander gelezen. En die is zo prachtig, wil ik iedereen aanraden. Ja. Het zijn 8 boeken en 9 en 10 moeten nog komen. Dus dan kun je vooruit. Ja. En staan die ook al in je mini-bib? Nee, want de familie moet ze nog allemaal lezen. Dus daar wachten we nog even mee. Ik zie behalve al je boeken hier ook nog iets informatie over verschillende dingen op de deur hangen. Kan je daar iets over vertellen? We hebben hier een kistje en er zijn mensen die dan een vrijwillige bijdrage hierin kunnen stoppen. Zodat wij dit doneren aan de stamceldonor. Matches is dat. En dat komt eigenlijk een beetje omdat een van mijn dochter, een vriend, die is daar aan overleden. En die doen nog steeds promoten. De vrouw van die man die doet nog steeds boeken schrijven. Terwijl hij zelf ook een boek heeft geschreven. Dan moet je op Facebook kijken. Als je hier op kijkt, dan kun je zien wat het precies inhoudt. Maar het is voor alle mensen die die ziekte hebben. En we hebben al verschillende keren het kastje leeggehaald. En ja, mooi bedrag kunnen doneren aan de stamceldonor matches. Dankjewel Koosje voor je tijd. En als mensen eens op de fiets springen en hier langs rijden op de Turnhoutseweg. Nou ja, geniet van de boeken, de schaapjes die hier rondlopen, de stilte, de natuur en van jouw prachtige Bipo-wagen. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan.